Goedemorgen allemaal. Ik ben Anke van den Heuvel. Ik werk normaal voor Rijkswaterstaat Noord-Nederland. En mijn werkzaamheden normaal zijn het keringbeheer hier in Noord-Nederland. We hebben nog 42 kilometer zandige kering op de Waddeneilanden liggen. Nog een dijk op Vlieland. En we hebben nog twee grote waterkerende sluizencomplexen. Eén in Lemmer en één in Farmsum. En daar probeer ik de waterveiligheid zo goed en kwaad als dat gaat te verzorgen. Daarnaast ben ik lid van het CTW. En het CTW is een mooie samenwerking tussen de waterschappen, Rijkswaterstaat en Deltares. Nou, wat ik net al zei, CTW organisatorisch inzet Limburg en de waarnemingen. Het CTW hangt onder de samenwerking crisisbeheersing waterkering, het SCW. En dat doen we ook vanuit onder de vlag vanuit het Watermanagement Centrum Nederland. Het Watermanagement Centrum Nederland, zoals iedereen weet, dat zit natuurlijk in Lelystad. En zij doen het volgen van de waterbeweging, de voorspellingen. Als het spannend wordt, het LCO inrichten om specifiek voor de hoogwatersituatie die verwacht wordt, de zaken te kunnen voorspellen en de waterkeringbeheerder en de waterbeheerder te ondersteunen in het gebied. Het SCW die kent een directeuroverleg. Enerzijds is dat Nancy Schijven vanuit Rijkswaterstaat. Vanuit de waterschappen hebben we Jesse van der Linden en Arthur Meuleman. Ed Kale, net aangetreden chinist vanuit Defensie. En Edith van der Rijden vanuit de veiligheidsregio's. Dat zijn de directeuren, maar daaronder hangt natuurlijk een groep mensen die alles voorbereiden en heel veel werk verzetten. Dat is enerzijds qua coördinatie Bart Vonk, Jaap Verwij vanuit het Watermanagementcentrum, Marjan en Bolting en Raymond de Landmeter vanuit de waterschappen, Wout duurt nog even wat, Mark Balemans als rechterhand van Ed Kale vanuit het Water Risk Training and Expertise Center. Esme Beke van de veiligheidsregio's en Desree Annink vanuit het departementaal crisis- en coördinatiecentrum. Onder deze groep hangen ook nog een aantal specifieke groepen. Die ga ik even delen in de volgende slide met wat namen erbij. Zodat je ook een beetje kunt zien hoe alles een beetje aan elkaar hangt. We hebben in deze slide, die ik straks wel kan delen, staat het even wat verder uitgesproken. Maar ik vind het praatplaatje eigenlijk even wat makkelijker. Want als SCW hebben we een hele grote tak met allemaal 8 deelprogramma's. Maar die deelprogramma's, daar hebben we als CTW, Crisis Expert Team Waterkeringen, allemaal een connectie mee. Een aantal voorbeelden noemen bijvoorbeeld, we hebben de werkgroep Professionalisering Dijkbewaking en Ruud bijvoorbeeld zit ook in die werkgroep. En op die manier zorgen we ook dat binnen het CTW wij die kennis binnenhalen vanuit wat er binnen die werkgroep gebeurt. We hebben een handboek calamiteitenmateriaal. En ook daarbij zitten een aantal mensen, enerzijds vanuit de waterschappen, waarmee we de connecties hebben. Ik ben het zelf bijvoorbeeld voor het calamiteitenmateriaal van Rijkswaterstaat. Om op die manier
dat ook binnen het CTW te brengen. We hebben de wiki noodmaatregelen. Daar ben ik zelf bijvoorbeeld trekker van. Samen met Erik van Kuik vanuit onze Rijkswaterstaatrol. Maar we hebben ook allemaal waterschappen die daarmee in meeparticiperen. En een aantal van die mensen die fanatiek meeparticiperen zitten ook in het CTW. En daardoor hebben we binnen het CTW ook die kennis geborgd. We hebben een incident management partnership met het Environmental Agency. En Marjan vanuit de waterschappen en Bart Vonk vanuit Rijkswaterstaat trekken en coördineren dat. Maar dat zorgt wel dat bepaalde kennis en ervaring die we daarmee opdoen, dat we die met Engelsen kunnen delen. En sommige dingen ook wel weer zelf kunnen opdoen. Vanuit zo'n partnership ben ik ook een paar jaar geleden in Amerika geweest tijdens een hoogwaterafvoer van de Mississippi. En dan, doordat je er dan bent, mee mag lopen, net als Wout dat gedaan heeft om op te leren, zie je dat je heel veel kennis, inzicht en ervaring opdoet die je uiteindelijk straks, wanneer je zelf aan de bak moet, gewoon daarin kunt anticiperen. Zo zijn we er meer zaken, maar iedereen is natuurlijk hartstikke benieuwd van ja, wat hebben we nu eigenlijk allemaal gedaan in Limburg. Dan nu zijn we bezig. En nou, de eerste hoogwatermeldingen die kwamen natuurlijk ook wel binnen bij alle SCW-leden en CTW-leden. En we merkten al dat heel veel CTW-leden die, het was woensdag al en donderdag al. En ja, iedereen die wilde heel graag. Alleen ja, we werken vraag gestuurd en we gaan niet zonder vraag even een klusje doen. Maar de spanning liep binnen de groep wel degelijk heel hard op. Uiteindelijk is vrijdags de eerste groep wel degelijk ter plaatse gegaan. Enerzijds zijn ze met vieren in de auto gestapt om te kijken van hey, wat kunnen we leren. En anderzijds zat daar ook wel een onderbuikgevoel bij van nou, het zou me ook niks verbazen als vandaag de telefoon gaat. En dan kunnen we er maar beter zijn, want dan zijn we er sneller. Dat bleek ook wel snel het geval te wezen. Namelijk, er was een melding van een gat in de dijk en een wel bij de brug bij Boende. Nou, de collega's die daar waren, die waren erg snel ter plaatse. En uiteindelijk, zeg maar, is die wel die er was, die is opgekist. Een bijzonderheidje van het opkisten van die wel, daarmee dachten we, nou, de situatie is in controle. En op een gegeven moment Theo Reuzenaar van H&K, die er ook bij zat, die zei in één keer, hey, ik zie je vis. Ja, iedereen die zit natuurlijk wel even dom te kijken en achter je oren, een wel waar een vis in zit, wat is dit? Maar ja, achteraf bleek dat het een duiker onder het Julianenkanaal door was. Die een speciaal doel had, die we met z'n allen even vergeten waren. En doordat zoiets voorkomt, ga je dus ook wat makkelijker meer vragen stellen. En krijg je ook weer inzichten van, hey, wat zijn we aan het doen? En begrijpen we alles goed genoeg waar we mee bezig zijn? Vervolgens hebben we nog een aantal andere locaties gehad waar we eigenlijk met name even lichte inspecties en risico-inschattingen hebben gemaakt. En wat uiteindelijk een serieuze klus bleek te wezen is met name de overlaat bij Bosserveld. Dat is de overlaat om met name het waterpeil goed te kunnen reguleren bij het sluizencomplex. En
Er liggen een stuk of 20 woonboten. En die overlaat die was eigenlijk door het hoogwater echt, echt serieus beschadigd. Dat is het plaatje in het midden. En wat we daar aantroffen was eigenlijk dat een deel van de overlaat op de kruin beschadigd was. En omdat het zo hoog water had, was geweest en zo hard gestroomd, was ook, je kunt het op het plaatje zien, 2 meter na de kruin, was eigenlijk een deel van de bekleding verdwenen die een enorm erosiegat had veroorzaakt. Gerard, mag ik, André, mag ik even ingrijpen? Nog 5 minuten, alsjeblieft. Ja, 5 minuten. En wat hier moesten we eigenlijk heel, heel inventief wezen. Want hoe ga je iets wat toch nog stroomt opkisten? Wat past bij de stabiliteit van de constructie? En hoe ga je inderdaad die grote erosiegaten die zijn opgetreden even zo inpakken dat als er weer wat gebeurt dat die niet onderuit gaat? Waardoor je dus ook met al die woonboten die er nog voor liggen, de gas-water-lichtaansluiting kapot gaat met alle risico's die daar weer bij horen. Uiteindelijk hebben we via de gemeente een grote haarbalk geregeld. En die hebben we op zijn plek gelegd. En vervolgens hebben we alles gestabiliseerd met zandzakken en geotextiel. Dat ging niet zomaar, maar dat hebben we samen met de militairen gedaan. Dus gewoon niet een peloton, maar er is een hele compagnie geweest om hier de zandzak en het materiaal aan te kunnen brengen. Omdat we toch over grote lengte het materiaal moesten aanvoeren. Daarnaast hebben we natuurlijk met name voor inspecties hebben we het waterschap ondersteund. En op diverse dagen en momenten zijn de mensen van ons CTW-team bij het waterschap geweest om of noodmaatregelen of kilometerskering te inspecteren. Waarbij ik zelfs durf te zeggen min of meer voor, tijdens en na het hoogwater. Het plaatje rechts is ook wel een bijzondere. Dat was een uitlaat van een van de bekkens. En uiteindelijk bleek het zo hard gestroomd te hebben dat de uitlaat zelf wat beschadigd is. Enerzijds door de hoge stroomsnelheid op het kanaal. En anderzijds ook vanuit de druk die vanuit het bekken op het deksel van het uitlaatwerk is gezet. Waardoor het deksel van het uitlaatwerk af is gespoeld. Dan ziet het uitlaatwerk er in één keer heel spectaculair uit. Terwijl het systeem werkt waarvoor het ontworpen is. Wat ook wel aardig is om te weten dat we ook in diezelfde periode van hoogwater ook buiten Limburg ook nog wat inzetten hebben gehad. De zomerkade Hoenwaard bij Hattem, de uitloop van het Apeldoorns kanaal. En een schade aan de bekleding bij de Amertakken, omdat we daar ook was men bang van als we het scheepvaart door laten gaan en we hebben nu een schade die in de huidige situatie misschien niet zo spannend is, maar als het water omhoog komt en we laten de scheepvaart doorgaan, gaat die dan wel spannend worden. Nou, en daar voor beide situaties hebben wij een risico-inschatting en een reparatieadvies gemaakt. Waterschap Veluwe en heeft uiteindelijk in Hoenwaard de reparatie gedaan zelf, maar dat kunnen ze zelf het beste vertellen. En voor de plekken van de Amertak zijn er gewoon binnen 12 uur is daar extra stortsteen opgestort om de situatie beheersbaar te maken. Tot slot een aantal waarnemingen die ik zelf moet constateren voordat je inderdaad in gebied aan de slag gaat. En dat is zorg dat je
in je auto of met wie je mee rijdt of zo je veiligheidsmaatregelen in orde hebt. En als je naar een spannend gebied moet, moet je dus ook rekening houden dat je alles meeneemt, ook wat je niet verwacht nodig te hebben. Wat we bijvoorbeeld vaak niet zo snel even meenemen, is je redvest. Maar ook zet schone, droge kleren. Want hier bijvoorbeeld bij deze reparatie hebben een aantal mensen echt gewoon tot hun middel in het water gestaan. Nou, dan is het best handig als je klaar bent met de klus, dat jij jezelf weer schoon en droog kan maken. Denk aan jezelf. Zorg even, zeg maar, dat je eten en drinken continu en genoeg doet. Ook hier moet ik ook mezelf weer aankijken van, wij zijn er stom geweest om niet op het moment dat de brandweercommandant er eten bestelt, om even onze vinger op te steken van, wij komen van elders en we zijn al een halve dag onderweg. We hebben eigenlijk ook al zin in een warme maaltijd. Kun je dat voor ons regelen? Anko, kun je afronden? Ja, ik ga nu afronden. Kennis ter plaatse, kennis van het watersysteem, maar vooral, en die wil ik echt meenemen. We hebben ontzettend veel zandzakken toegepast, overal en nergens. Maar ik moet zeggen, qua gewicht, omvang, zijn we ook wel arbotechnisch verantwoord bezig geweest. Zeker omdat we weten dat er ook nog andere middelen zijn die misschien sneller, minder en veiliger toepasbaar zijn. Dat was hem.